Ja, want een verslaggever, een collega van ons van WNL en een oud-minister, die zijn belaagd in Zoetermeer. Ja, onze verslaggever Joost maakte in Zoetermeer een reportage over hangjongeren. Hij wilde oud-minister Hilbrand Nawij interviewen toen ze belaagd en bedreigd werden. En Politiek Den Haag heeft ook al geschokt gereageerd. We zien een tweet van VVD Tweede Kamerlid Thierry Aerts. Zij zegt: bizar, blijf met je poten van journalisten af. En dit is wat er gebeurde. De plaatselijke overheid, dat moet ik nog horen. Is leuk, hè? Mensen ter schande brengen. Is leuk, hè? Is leuk, hè? Is leuk, hè? Is leuk, hè? Zeg alleen maar. Zeg leuk dan. Zeg ja dan. Nee, jullie hebben geen respect, Mattie. Jullie komen die dingen hier weghalen alsof jullie elke dag staan. Geen enkele kankerdag staan hier. En dan komen jullie hier staan. Mattie, pak die camera en ga oprotten. Zeg het eens voor de camera. Die camera ga oprotten van hier. Ga oprotten. Geen enkele dag staan hier. En hierna werd het alleen maar erger en erger. Op een gegeven moment stond er een groep van zo'n 20 agressieve jongeren om hen heen. Onze verslaggever heeft toen ook besloten om de camera uiteindelijk eventjes uit te zetten, omdat hij zich niet veilig voelde. Omstanders hebben de politie gebeld en uiteindelijk hebben ze het interview onder politiebegeleiding kunnen voortzetten. Nou, laten we daar dan dus naar gaan kijken, want daar ging het uiteindelijk allemaal om. Een reportage over hangjongeren in Zoetermeer, waar dus zoveel overlast van is. Het schrijnend verhaal is die supermarktmedewerker die deed de wagentjes opruimen, s'avonds toen de winkel dicht ging. En kreeg daarbij toen onderweg een pistool op zijn slaap. Ja, ik heb veel mensen gesproken die echt bang zijn. Ook hun namen niet durven te zeggen en dergelijke. En die vind ik, dat vind ik erg. Dat moet niet gebeuren. Het moet naar een normale situatie hier toe. Voelt u zich gesteund door de overheid? Wat kan de overheid doen? De landelijke overheid moet in ieder geval meer politie. Ik denk dat dat hele goede zaak is. En Zoetermeer echt, die heeft 23 agenten te weinig. Die moeten er echt zo snel mogelijk bij komen. Er moet controle komen. Voor alle kanten moet dit probleem aangepakt worden. En daar hebben we de steun van de Rijksoverheid ook hard bij nodig. En een uitgebreide versie is te vinden op onze website wnl.tv en ook op onze Facebookpagina. En wat nog wel even goed is om te melden is dat onze verslaggever gisteravond nog gebeld is door de politie. Zij maken echt werk van deze zaak en hebben WNL ook gevraagd om meer beelden. Ja, Mark, een interview dat onder politiebegeleiding moet worden afgemaakt. Heftig. Dat is ernstig, hè? Dit doet me een beetje denken aan die troep in Zaandam. Waar we om die jongen, die Ilke, met die camera blijft etteren. Dus je ziet dit jongetje ook het is bloedirritant. En ik vind dat jullie daar nog vrij mild en rustig mee omgaan. Want als, wat bedoel je? Nou ja, je zou bijna zeggen, we nemen gewoon een sterke arm mee. We nemen een paar sterke jongens mee. En die... Dit natuurlijk op, dat was niet verwacht. Ja, maar het is toch vreselijk dat er mensen dan met een pistool op hun hoofd moeten winkelen in dat Zoetermeer. Wat is er aan de hand? En die Nawijn, die natuurlijk als er niet zo'n hele beste reputatie heeft, omdat het een beetje zo'n clown is geworden. Maar dit is een heel, heel groot probleem. En je hebt dit in allerlei van die buitenwijken van de grote steden, waar deze lui allemaal rondhangen. Ja. Ja. Ben, hoe moet de politie dit aanpakken? Keihard aanpakken. Nee, dat hoor je dan altijd. Nee, wat ik hoorde met drie... Maar... Ja, nee, maar goed, dat is altijd zo, keihard aanpakken en dan... Maar hoezo? Dat zeggen we altijd. Maar dus die 23 meer. En ik de politie vind ik best wel de laatste tijd, als ik ze tegenkom, zorgvuldig en netjes. En dus ik hoop ook dat ze die 23 mensen krijgen. En dan dat het inderdaad meer... Maar goed, je zegt zorgvuldig en netjes. Zou de politie harder moeten zijn tegen dit soort jongens? Ja, ik denk dat dit soort jongens alleen maar met een harde hand, dat kennen ze. En dat we even praten, dat kennen ze iets minder goed. Dus ik denk inderdaad, deze jongens kennen alleen maar de harde hand.